horen hoe jullie trompet spelen. Ga jij doen? Ja. Ik ben hier zo benieuwd naar, hè? Klinkt dat? Willen jullie even van links naar rechts gaan in de vlog van Boas? Ja, 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 ja. Jod op, een hele goede morgen jongens en meisjes, dames en heren. We zijn wakker geworden. Bij Marijn. Hoi, hoi. Met mijn schatje. Hé schatje. Hallo poepie. Hoe is het met jou? Ja, met mij is het ook goed. Ja, mooi. Met jou ook? Ook goed. We zouden hier gisteren uitgaan, is niet helemaal gelukt. Dus we zijn uiteindelijk gewoon hier gaan chillen. En we gaan nu lekker gezellig met ze ontbijten. Hé Marijn, ik vind het wel knap, want jij wist niet eens dat wij kwamen. Maar I'm ready. Alsnog heb jij meer eten bij je ontbijt dan ik in mijn hele huis heb voor aankomende maand. Ja, maar ik wil voor jullie zorgen. Lekker ontbijten. Oké, waarom ben jij nooit zo? Waarom zorg jij niet dat we elke ochtend croissantjes hebben? Jij bent er nooit. Oh nee, dat is waar ook. Croissantjes waren mijn idee. Oh, jij doet dat shit, echt zo. Jij doet echt zo met gevoel. Ja, hij doet. Croissantjes gemaakt. Dat is toch mooi bruin? Gelukkig hebben wij hem al op. Eet smakelijk, hè? Dankjewel. Hallo. Hola. Wij nemen even de vlog over vandaag. Want we zijn op de meet and greet. Dus we even een rondje lopen. Een rondje lopen? Een rondje lopen. Ja, we gaan even een rondje lopen. Wat goede muziek. Ja, we hebben een super goede DJ. Kom, we gaan even naar hem toe. We gaan even kijken of hij een plaatje voor ons wil draaien. Hallo. Wil je voor ons een plaatje draaien? Natuurlijk, wat wil je hebben? Zeg het dan. Welk plaatje willen we hebben? Voor een foto mag je achteraan sluiten. Jij ook, foto achteraan sluiten. Oké. Oprotten met de camera. Zijn we er foto's aan het maken? Maar kijk, het leuke is, iedereen denkt dat ze een ticket hebben gekocht en dat ze dan een foto mogen. Maar ik stuur ze allemaal gewoon een factuur van 50 euro voor elke foto die ik maak. Het is alleen maar te doen alsof je het leuk vindt. Ja. Hij is altijd aan het volgen. Boven bij de DJ goed staan, de jongens te dansen. Ik ga het even horen hoe jullie trompet spelen. Kom maar op. Ga jij doen? Ja. Kan je dit? Monster, ja, ander monster. Ik wil niet al jouw soa's ook hebben. Ik ben hier zo benieuwd naar, hè. Klinkt dat? Nou. Nee. Willen jullie even van links naar rechts gaan in de vlog van Boas? Ja, ja, ja. We maken er wel een goed feestje van. Iedereen heeft volgens mij goed naar zijn zin. Ik val nog steeds bijna in slaap, want ik heb de afgelopen 3 dagen bijna niet geslapen. Let's go, Koffie! Hele dikke heen en weer. Maar dan moeten we toch nog een paar wodkaartjes in, vind je niet? Ja. En nu houdt het klein. Je houdt het veel minder lang vol zonder die wodkaartjes. Ja, ik kan dan langer doorgaan, nu niet even mee. Ja, je kan zeggen meet and greet, alleen meet and greet, maar zeker niet, we maken er een feestje van. Zo. Ja, zieke shit hoor, zieke shit. DJ Waterschoentje toch? DJ Waterschoentje in de house. Dat was ooit mee, en toen had hij waterschoenen aan, dus heb ik hem DJ Waterschoentje genoemd. Dus als je DJ Waterschoentje wil boeken, dat kan.
DJwaterschoentje.nl. Moet je alleen het domein nog even claimen. Maar oprecht respect, het is echt lastig wel om dit te kunnen. Ik ben echt zo muzikaal als het maar kan namelijk. Ik ben op zich wel muzikaal. Ja, dat hoop ik wel ja, als je DJ bent en trompet speelt. Maar jij kan alles ook mee trompetten, toch? Ja, best wel veel. Maar kan je nu zo dit mee trompetten? Ja hoor. What the fuck? Muziek. Nummer nooit meegetrompet en opeens kan die het. En ondertussen ook nog draaien terwijl je trompet speelt. Fucking ziek. Okay, ik heb dit ding gevonden. Dit is een blikopener. Vraag, heeft iemand van jullie in de horeca gewerkt? Ja. Waar de fuck is deze kant van een blikopener voor? Dat is toch voor een wijnfles? Voor een wijnfles? Wij Wat? Komen er niet achter. We googlen het. We komen er niet achter hoe het werkt. Het haakje heb je om een blikje open te kunnen maken zonder dat je nagel achter hoeft. Maar waar de fuck is deze kant voor? Dat je hem kan ophangen. Nee, ik weet het niet. Geen idee. Ik weet het echt niet. Kleiner blikje. Zo'n kleine dopje hier zo. Spuit 11. Spuit 11. Ja. Wat? Ken je dat niet? Ken je dat niet? Ik vind die niet leuk. Ik vind die ook geen leuk. Maar wat is spuit 11? Dan ben je gewoon, dan maak je een domme kinderopmerking. Nee, yes. Dat is de vaccinatie over 5 jaar. Zo, ik moet het even nadenken. Maar is spuit 11 nou iets of wat is het? Spuit 11 is een spottende reactie op iets wat iemand anders zojuist gezegd heeft. Vaak wordt er iets mee bedoeld als dat is daarnet al gezegd. Oh, jij bent, ziet er een beetje dood uit. Valt mee. Valt mee. Ja, jij bent heel benieuwd hoe je eruit ziet. Kan je jezelf zien dan? Ah, ik voel me op zich wel prima. Nou, ze zien er niet uit. Nou, dat is heel aardig. Maar jij weet ook niet hoe, wat het is? Ik heb echt geen idee. Oké, mag ik dan flipcheck? 5. Hallo, vier. Mijn knie is uit de kom geweest. Ik kan niet. Ja. Ik kan niet. Dan slapen. Wil ik van jou een flipcheck. 5. 4. 3. 2. 1. Snel, Timon, hoppa! Hoppakee. Hier heeft ze de naam geschreven. Waarom claim jij alles? Gewoon. Wat van mij is. Het staat nog niet op de auto. Yes. Echt wel. Gaan we kijken. Met gravity. Nee, met een steentje heb ik het er net even op lopen krassen. Sleutel er even in lopen krassen. Ja, inderdaad. Ja, boeit mij het enige reet eigenlijk. Het is toch niet jouw auto? Nee, er staat maar. Opzoeken waarvoor die kant is. Er staat mogelijkheid om snel en efficiënt bierflesdoppen te verwijderen. Maar kunnen ook worden gebruikt als een liqueurschenterverwijderaar. Aan de andere kant. Liqueurschenter? Wat de fuck is dat dan? Ik heb echt geen idee, maar het staat wel online. Wow, I am the one. Nee, even kijken hoor. Jij wint niks. Hoe, maar waarom hangt hij hier aan? Want hij kan nooit op dit ding komen. Kijk, dat is een bepaalde tactiek. Je wint nooit. Nou, dan wil ik eens een keer proberen. Nee, ik heb niet gewonnen, nee. Zo, Nike, hoe vond je de dag vandaag? Leuk. Jij ook? Ja, ik ben wel moe. Moet ja, heel ik ben ook zeggen. Heel moe. Maar wel echt wel lieve kinderen allemaal. Lieve kinderen, wil je deze even voor me overdoen? Ik heb nog een tas in mijn hand. Echt enthousiasme. Enthousiasme. Hele goede muziek. Hele goede muziek. We hadden vandaag DJ Waterschoen erbij. Nou ja, het was echt super gezellig. Het was leuk met alle jongens natuurlijk bij elkaar. Ook al zijn we net op vakantie geweest. DJ erbij. 270 mensen volgens mij die er geboekt hadden. Misschien zelfs meer. Dus echt helemaal rampenstampers vol zat het. Elke zondag van oktober de meet and greet. Volgende week zit volgens mij ook al vol. Week daarna zijn volgens mij nog een paar plekjes. Dus als je erbij wil zijn, kom erbij. Hi merchandise. Dit is van Jump XL merchandise. Is hier te koop. Alleen ook hier. Dus stel je komt hier een keer springen. Dan kan je het ook echt alleen hier kopen. Dus dat is wel een soort van leuk aandenken. Dat het een soort exclusiviteit heeft. Goed, in ieder geval heel blij mee. Ik ga lekker bij Nike uitstappen en we gaan naar huis toe. Wat ongeveer ons huis is geworden. Want het is er altijd. Ik heb een lekkere pizza besteld. Oké. Okay.